niet verbergen. Want er komt een keer een tijd dat er vrucht aan komt. En aan de vrucht zul je zien welk voor boom het is. En zo is het bij ons ook. Je ware ik komt er een keer uit. En dat kun je zien aan de vrucht. Weet je, we hebben drukke schema's, we hebben veel mensen die tijd voor ons willen. Onze telefoons, dat hebben we gemaakt dat we altijd bereikbaar zijn. En momenten van stilte die zijn zeldzaam geworden. En het gaat zo geleidelijk dat God uit onze schema's wordt verwijderd. Dat we soms alleen nog maar eens een paar minuten per dag met God bezig zijn. En dat onze kalenders vol zijn. En God heeft daar verdriet van. In onze moderne tijd, in onze fastfood tijd, zouden we juist een stapje terug moeten doen. En op God moeten wachten. En meer tijd met hem moeten doorbrengen. Aanbidding en stille tijd zou onze eerste prioriteit moeten zijn. Als we op zouden staan, dan zouden we direct in gebed moeten gaan. Yes, sir. Oké, je maakt het verklassen, dat is even goed. Maar dan de volgende dat we direct God weer afgeven. En ik weet niet meer wie het gezegd heeft. Het was ongetwijfeld een heel wijs man die zei: ik bid elke dag minimaal 1 uur. Ja, behalve als het druk is. Dan bid ik 2 uur. En dat is de sleutel. Amen. Dat is de sleutel. Ja, nee, ik kan niet bidden, want ja, ik moet mijn telefoon dubbelen. Nee, een kwartiertje meer. Neem een kwartiertje meer. Zou je in aanbidding moeten wachten op de Heer als hij onze ziel wil omarmen? En inderdaad, soms zijn de meest intieme momenten met God, bijvoorbeeld momenten tijdens die bidstond. Als we rondlopen of als we daar even in een hoekje alleen staan en dan we met God aan het praten zijn en met God aanbidden, met God spreken. Dat vaak dan is het een hele lijst en van alles die we naar God toe doen en we loven en prijzen. Maar het is niet een monoloog. Het is niet een monoloog, maar het is een dialoog. Want soms is het ook goed om even. Oké, wat we nu zeggen. Ja. Ik denk in plaatjes. Hè. En dan zie ik God in de hemel, zie ik Jezus in de hemel. En die hoort mij zo aan en dan. En dan denk ik: hallo, mag ik ook wat zeggen? Ja. Hallo. Ja. Maar ik ook nog niet. En ik wil. het is een dialoog. Goed, als we ons bewust zijn van zijn heiligheid en zijn majesteit en zijn grootheid, dan zouden we daar nooit makkelijk mee omgaan om in zijn heiligheid te komen. Maar je zou ook met een hart van eerbied en ontzag bij te komen. Echte aanbidding is het verhogen van de enige ware God, van Jezus Christus. We zouden nooit op gelijke voet met hem kunnen zijn. Simpel, omdat we sterfelijke mensen zijn en we zijn geschapen naar zijn beeld. Maar we zijn niet God. En dat wil zeker niet. We zijn geschapen naar God, maar we zijn niet God. Hè. We zijn alleen geschapen naar zijn beeld. Het is zijn genade en niet onze werken die ons hebben gered. En laten we dat altijd goed onthouden. Dat het zijn genade is en niet onze werken. Amen. Inderdaad, we verdienen Gods goedheid niet. En zijn overvloedige genade vervult ons met een dankbaar hart. En David, nadat hij had nagedacht over de glorie en pracht van God, zei hij in Psalm 8, vers 5: wat is de mens dat gij zijn bedenkt? En het menskind dat gij naar hem omziet? Wat zijn wij nou? Maar voor God zijn we parels. De koning is schepping. Amen. Wat zou dat geweldig zijn als we in de hemel aankomen en op onze knieën zullen vallen en de enige waarachtige God die we nog nooit gezien hebben, alleen zijn aanwezigheid gevoeld hebben, dat we hem dan zullen zien. En wat een glorie zal, de glorie zal ons allemaal omverblazen. We zullen helemaal flabbergasted zijn. We zullen onze kroon af willen zetten en voor hem willen buigen. En eindelijk zal alles en iedereen God prijzen en aanbidden. Volgens de Bijbel zal elke knie zich, die zich nog niet heeft gebogen, voor zijn aangezicht buigen. Filippenzen 2 vers 10 daar staat: opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.
is Heer. Halleluja. Wat een feestelijke overwinning zal dat zijn. Terwijl het volk Israël door de woestijn heen sjouwde, was daar ook de tabernakel. En in mijn vorige les heb ik het over de tabernakel mogen hebben. En dan heb ik gezien dat die in het midden van het legerkamp stond. En meer nog dan dat die een geografische ligging had, moet het zo zijn dat de tabernakel van God in het hart van onze aanbidding zit. De stammen van Israël, er waren er 12 toen, die waren gelegerd rondom de tabernakel. En ja, dus, je hebt 4 zijdes, noord, oost, zuid, west. En 12 stammen, dus aan elke zijde waren 3 stammen. En de tabernakel had aan de rechterzijde, aan de oostkant, daar was een opening. En aan die kant stond ook de stam Juda. En zoals we misschien weten, Juda staat in de Bijbel voor lofprijs en aanbidding. Dus het volk moest, voordat ze bij God kwamen, moesten ze langs de stam Juda en zo de voorhof in. Dus voordat het bij God aankomen, moeten we hem loven en prijzen. En het eerste wat ze moesten doen als ze in de voorhof kwamen, was een offer brengen. Een offer van lofprijs. Wat een mooi beeld is dat, hè? Om zo de dienst te beginnen, wetende dat we langs de stam van Juda, langs lofprijs en aanbidding. En dan een godstekening. Geweldig. Ja, hier moet dat. Ik moet een iPad hebben. Iemand op zijn het. De vroege kerk die kwam samen om te aanbidden. En zelfs toen ze verdrukt waren en aangevallen werden. Sterker nog, toen ze samenkwamen, schudde het de plaats. In Handelingen 4, vers 31 staat: terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. De schrijver van de Hebreeënbrief moedigt de Hebreeën aan regelmatig samen te komen en te aanbidden. En in Hebreeën 10, vers 25, daar staat: wij moeten onze eigen samenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn. Wij elkaar aansporen en dat des te meer naarmate jij de dag ziet naderen. En de dag ziet naderen is de terugkomst van Jezus. En als we reëel zijn en eerlijk kijken, dan is die tijd aan het komen. Aan alles zien we dat de dag nadert. Dus toch moeten we naar de dienst? Ja, ik denk dat we naar de dienst moeten komen. Als ik maar Bijbel lees, dan moet je hier zijn. Ja, amen. En er zit kracht in samenkomen. In samenkomen in eenheid. Als we samenkomen en dan bidden en Gods geest is in ons midden, dan kan die bij onze problemen komen. En ons genezen, herstellen, bevrijden, redden. Wat ook wat. Als we als gemeente bij elkaar komen en dan bidden in eenheid, dan zal die geest komen en ons ontmoeten. En dat heeft hij zelfs beloofd. Dat staat in de Bijbel, Matthäus 18, vers 20. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. En er staat daar. Ben ik er niet mee? Dat staat niet zo. Als ik tijd heb en even niks anders te doen, dan kom ik er. Ik ben in het midden. Dus dat is een zekerheid, een belofte. En we komen niet alleen samen om te socializen, maar we komen om te aanbidden. En dat is een eenheid zo sterk dat ieder een stukje God meebrengt. Iedereen een stukje van God mee. De ene een voet, de andere een tenen, die een hand. En dat alles maakt ons een eenheid. Maar één, dat maakt sterk. Dat doet niets. En ja, als we klaar zijn met de dienst, dan houden we ervan om te praten, te eten en te drinken. En dat is ook goed, dat mag. De belangrijkheid van eenheid. Toen die 120 man na hemelvaart in de bovenzaal aanwezig was voor de dag van Pinksteren, waren ze indrachtig aanwezig en ze hadden allemaal hetzelfde doel. En moet je voelen, ik zat daarover na te denken en dan denk ik, je hebt de hemelvaart, Jezus vaart ook naar de hemel, de ziekenhuis en die zegt, we gaan naar Jeruzalem, naar een bovenzaal. Dus er zitten 120 man in een bovenzaal, in Israël, 40 graden, en dag 1, lopen en prijzen, dag 2, lopen en prijzen, dag 3, dan worden ze, nou, Peter is,
er waren waarschijnlijk geen mobiele douches en toiletten. Maar ze waren wel allemaal bijeen. En na dag 5, oeh, Maria. Maar ze bleven allemaal bij elkaar. En waarom bleven ze bij elkaar? Ze hadden de belofte gekregen. Ze hadden de belofte van de troost van Jezus gekregen dat de troost zou komen. En ze waren zo vol vuur dat ze daarbij wilden zijn, dat ze echt, ze bleven daar. En na die 10 dagen, op de dag van Pinksteren, was een grote wind, een geluid was van een grote wind. En die daalde neer en tongen van vuur kwamen op de mensen. En ze spraken allemaal in tongen. En daar zie je wat er gebeurt als de Heilige Geest komt. Er is altijd beweging en er is altijd geluid. En ze spraken allemaal in tongen. En God houdt ervan dat zijn kinderen in eenheid samenkomen. En 5 keer als Jezus bidt voor zijn discipelen, dan roept hij hun op om één te zijn. Het boek Handelingen refereert diverse keren aan het feit dat de discipelen in eenheid bij elkaar kwamen en waren en dat ze één en hetzelfde doen hadden. God aanbidden en het goede nieuws verspreiden. En God waarschuwde, Paulus waarschuwde de kerk in Korinthe over dit belangrijke punt en sprak hen aan over de gevaren van verdeeldheid. Want er is niks erger dan als een kerk die verdeeld is. We moeten in eenheid. Amen. Dus daarvoor ga ik voorop. En daar gaan we met zijn geloof gaan we allemaal achteraan. In eenheid. Als we hem aanbidden met z'n allen met datzelfde doel. De zegen van God zal zondags naar het kruis toe brengen. Want dat zal er gebeuren. Menig discipel luisterde hem toen hij sprak dat hij hen zou verlaten. Hij verzekerde hen dat hij niet meer fysiek bij hen aanwezig zou zijn, maar dat hij toch in hen zou wonen. En na de dag van Pinksteren snapte ze wat hij bedoelde, dat zijn geest uitgestort was in hun leven. Dat was wat beloofd was. Ja, halleluja. En de discipelen die hadden vele wonderen en tekenen meegemaakt. Ze hadden op zieken hun handen gelegd. Ze waren in de boot toen Jezus de storm liet rusten. Ze hadden gezien dat Lazarus opstond uit de dood. Ze hadden zelf 12 manden brood opgehaald na de wonderbare spijziging. Maar nog nooit hadden ze zoiets meegemaakt als het ontvangen van de Heilige Geest en het spreken in tongen als op de pintje daar. Wat een wonder is dat geweest. Wat een ervaring zou dat voor hun geweest zijn. En ook nu nog is het een overweldige ervaring als je de Heilige Geest ontvangt en in tongen spreekt. Het is levensverandering. En ben je depressief? Heb je de Heilige Geest nodig. Ben je ziek? Je hebt de Heilige Geest nodig. Dat bedoel je de Heilige Geest nodig. Financieel dan? Je hebt de Heilige Geest nodig. Halleluja. En als je als voor hem aan bidden, dan mogen we verwachten dat hij wonderen doet. Genezingen in ons leven, in ons lichaam en in onze ziel en in onze geest. En bevrijding geeft van banden en kettingen van een zondevol leven. We moeten het onmogelijke verwachten als we God aanroepen in onze aanbidding. Want wat voor de mens onmogelijk is, is voor God onmogelijk. Echt waar. Ik weet het zeker. Amen. De Bijbel instrueert ons op een goede manier met onze tong te gebruiken. Die kunnen we goed en slecht gebruiken. En wat er in je hart zit, dat spreek je. Dus zit er boosheid of kwaadheid in je hart, dan zul je dat spreken. Als je gevuld bent met de Heilige Geest, dan zul je daarvan uitspreken. Dan zul je God loven en prijzen. En ja, je kunt ervoor kiezen door je hart te bewaren en het te vullen met lofprijs en aanbidding, of je hart te vullen met andere dingen. En ik weet ook wel, als we gevuld zijn met de Heilige Geest en ons hart is te volgen, dan kan het ook nog wel eens fout komen. Maar dan is de winning genade van God. Dan mogen we het beleiden. Sorry, maar dan mag ik weer terug. Efeze 5, vers 19, daar staat: en spreekt onder elkaar in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heer van harte. De Bijbel zegt in Spreuken 4:23: behoud uw hart boven al wat er waar is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. En meer dan een mooi lied, meer dan mooie woorden, is
is ons zingen een uitlaatklep van onze ziel, die onze emoties uit. En we begrijpen goed, God heeft ons geschapen met emoties. Maar we zijn niet emotioneel en gaan dan God aanbidden. Maar we aanbidden God en die heeft ons emoties gegeven. En dan worden we emotioneel. Dan worden we blij. Dan gaan we huilen, dan gaan we springen, dan gaan we dansen. Dus je hoort vaak van ja, nu is het emotioneel en je loopt te janken en mijn hip aan het schreeuwen. Ja, dat klopt. Maar dat is niet de reden daarvan aanbidden. Nee, dat is een uitkomst van aanbidden. Dat is wat het uitwerkt. En je kunt nooit niet veranderd weggaan. Aanbidding doet altijd iets. Als je echt aanbidt, het doet altijd iets. En waarom? Omdat je hart op het uur rekent. Omhoog, dansen, klappen, huilen, lachen, juichen. Alles tot eer en glorie van God. En daarbij mag ik ook instrumenten gebruiken. Het is soms moeilijk om God te prijzen, omdat je moe bent of geen zin hebt. Omdat je problemen hebt die zo verschrikkelijk groot lijken dat je ze niet overziet. Maar als je dan juist op die momenten gaat loven en gaat prijzen. Als je dan afgestemd bent op God, door aanbidding, dan breekt God door en komt er een overwinning in. Nee, de problemen zijn niet weg, maar je hebt wel de ruimte en mogelijkheid om verder te gaan. Ik zei, ben wel eigenlijk.
Ik zei, ja, echt waar. Het gaat echt gebeuren. Ik weet niet hoor. Ik denk niet dat ze het snapt. Het was een vraag. Ik denk dat ze echt denken dat ze op kerk bij ons stil zit of zo. Zo is het niet. We moeten onze lofprijs niet alleen bewaren voor zondagochtend. Het moet het levenswijze worden die elke dag afgestemd is op God. Dat is een aanbidding. Als het ware, als het gelovige hart contact maakt met zijn maker. Met zijn maker, met God. Onze wandel met Jezus is een voortdurend proces van groeien, vallen en opstaan. En toen we pas christen werden, dus dat staat in de Bijbel ook, toen krijg je melk. Maar als je bij die melk blijft, als je niet verder groeit, als je alleen maar melk, dan word je een beetje vatsig van, een beetje vet van, en lui. Maar het is de bedoeling dat je doorgroeit. En als je door gaat groeien, dan krijg je geestelijk vlees tegen. Dan krijg je een ander dieet. Iets anders dan melk. Dan krijg je steeds meer andere dingen die op je pad komen en die je kunt gebruiken. De kennis die we dan krijgen, die komt van verschillende bronnen, zoals bijbelstudies, bidstonden, zondagdiensten, stiltijd, bijbellezen. Daar komt je voeding vandaan en dan ga je groeien en dan krijg je geestelijk vlees tegen. De momenten dat we in aanbidding zijn, dan schijnt het licht van God op onze harten en dan openbaart het waar er nog naar gesleuteld moet worden. En dan hebben we de keuze. Als God het nabij, doen we dat dan? Of zeggen we van nou weer, vandaag even niet. En als we het niet doen, dan gaan we rebelleren. God wijst je iets aan. Dat is niet leuk, maar hij doet dat niet om jou te pesten, om je te helpen. Dus het is goed om dat te doen. En als je het niet doet, dan ga je rebelleren. En dan stopt soms zelfs de geest open met in je te werken. Dus gehoorzaamheid naar God is een deel van groeien in God. En als we aanbidden, dan laat God ons dingen zien waar we correcties in aan moeten brengen. En de gelovige die zijn leven aan Jezus gegeven heeft, is klaar en gewillig om die stap te maken. Want hij wil God behagen. Amen. Amen. Omdat God troont op de lofgezangen van zijn kinderen, zal dat effect hebben op anderen. En je ziet het hier in het keerpunt, als we gaan aanbidden, dan doet dat iets. Bij ons, maar ook bij ongelovigen. Het beïnvloedt je. Sommige mensen die zie je een speer uit de deur vertrekken. Sommige mensen die gaan achterin met een arm over elkaar zitten zo te kijken. En de anderen die zitten een beetje rondkijken van hé, wat. Er gebeurt altijd iets. Het doet iets met je, altijd, wat dan ook. Als we een leven van aanbidding leiden, dan heeft dat invloed op de mensen om ons heen. Ze zullen de aanwezigheid van God opmerken. En omdat wij hebben een stukje God in ons. En als we daarmee met anderen in elkaar aangekomen, dan zullen ze dat ervaren. Dan zullen ze iets ervaren. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik heb basles. En er is een man, die, ik denk dat hij dat zo doet. Dan zit je in een afkikcentrum en dan ga je naar een basleraar die heet Wiet. Hallo. Leg dat maar eens uit. De man heet Wiet Bliemert. En een oude hippie uit de 60 jaar. En, hij speelt al 40 jaar een beetje in het conservatorium gedaan. En hij, de eerste keer dat ik daar kwam, wist hij niet. Hij kende mij niet en hij wist niet dat ik gelovig was, dat ik christen was, dat ik in de kerk kwam. En hij deed nogal van gloeien en dan de rest. Dus op een gegeven moment zei hij van, joh, hij zegt, ik heb uw adres via zuster Bea, de Keila. Die zit bij mij in de kerk en ik speel in de lofprijsband samen met haar. Hij zei, oh, je komt uit de kerk. En hij had nooit meer gedaan. Maar, die man heeft niet en dan krijg je dus op een gegeven moment, aan mijn begeleidster moet ik daar geld vragen. Heel duidelijk ben ik ook uit. Heel duidelijk, mag ik even geld voor Wiet? En je zit in een afkikcentrum. Goed, het niks met dat ben ik te maken. Oké. Als we dus een leven van aanbidding leiden, dan heeft dat invloed op de mensen om ons heen. En ze zullen de aanwezigheid van God, die zullen ze opnemen. Laat ons licht schijnen voor anderen door een aanbiddend leven te leiden.
De conclusie. De engelen in de hemel aanbidden God. En toch verlangde hij naar een wereld waar mensen zouden zijn die hem kunnen aanbidden uit hun vrije wil. De zonde kwam in de wereld en maakte een eind aan het paradijs. En hoewel de zonde het plan van God kapot maakte, beloofde hij een verlossingsplan dat hij de relatie met ons weer zou herstellen. God is almachtig en tolereert geen andere goden dan hij zelf. Al wat God wil is dat mensen hem aanbidden. Hij is een jaloers God en wil lofprijs en aanbidding niets of niemand delen. Hij wil het alleen maar doen. En hij komt het ook doen, omdat hij een grote mens is. Aanbidding moet niet zomaar iets zijn wat je even bij doet of wat je lichtvoetig opneemt. Nee, we moeten God met eerbied en ontzag benaderen. Met een nederige houding en met gehoorzaamheid. God is gewillig, zijn grootheid overweldigt ons soms. En zodat we kunnen zingen, how great is our God. Amen. Laten we opstaan.